gaat. Wat een sfeer, wat een ambiance. Wat een ambiance, kijk eens even. Oh, wat gezellig, wat gezellig. En daar gaan ze. Zo, kom er even bij, kom er even. Ja, ik ben hier in de kleedkamer van de Dikdakkers. Ja, mannen, het grote feest gaat beginnen, hè? Goedenavond. Ja, het is zover. Mensen allemaal, 20 jaar Dikdakkers, Hans. Anton, waar zijn wij mee bezig, man? Wat een organisatie en wat zijn hier een mens op afgekomen? Ik zie hier achter de coulissen wel iets van 60, 70 man rondlopen. Dikdakkers is dat misschien twee, maar er doen zoveel mensen mee in één keer. Ja, jongen, we hebben het niet meer in de hand. Normaal willen wij alles zelf regisseren, maar dit loopt helemaal uit spaak. Maar we zorgen dat het een mooie show wordt. En ook onvoorstelbaar dat al die 20 plaatsen uitverkocht zijn, hè? Die 20 plaatsen? Ja. Ja, die zijn allemaal weg. Ja, alles is weg. Alles is weg. Ja, ja, ja. Ja, maar geetje, maar 500 man in de zaal. Volle bak vanavond. Mensen uit alle windstreken. Demensvaart is er gelukkig ook. Maar natuurlijk ook mensen uit Meppel heel veel hier. Ja, ik heb zelfs gehoord een bus vol uit Demensvaart. Een bus vol uit Demensvaart is hier. Ja, ik heb ze wel erop staan. Oké. Hebben ze zich Ze waren nog vrij rustig, maar ik denk dat de terugreis iets anders was. Nou, ik denk niet dat je dat hoeft te denken. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar Demensvaart, top dat jullie er zijn. Helemaal toi. De groeten vanuit de kleedkamers. Ja. Hoi hoi. Mannen, veel succes. Dankjewel. Vol met
acteurs, tenminste, dat mag ik hopen. Dat jullie het spelletje een klein beetje meespelen natuurlijk, hè. Kleine moeite, ja toch niet, hoor. Ik bedoel, jullie maken vanavond een fijne avond mee. En dan kunnen we eens even voor Joken zitten dat ze aan het Songfestival meedoen. Maar dan moeten we dat even voorbereiden natuurlijk. Heb jij nog die vlaggetjes meegenomen zoals we afgesproken hebben? Nee, ik heb niet. Ja, daar staat wat, maar volgens mij... Ik denk dat en als het alleen staat, voor dan is het ook niet zo fijn. Nee, dat is waar. Dus de bedoeling is dat de hele zaal, ook het balkon, even voorzien worden van vlaggetjes. Wil je dat even regelen met de meiden? Nou, volgens mij als ik zo doe, dan komt er wat uit de deur. Dit zijn de jongens die het helpen. En deze man heeft hem uitgebracht hier. Yes! Het team. 6,8 miljoen die we kregen met z'n vuurtje. Ja! Daar zijn we heel erg blij mee. Dank u wel. Dat wisten jullie niet, hè, mannen? Nee, dat wisten we. Zet je schrap. En zing mee. Dans mee. Feest mee. Zingen. Behalve toen ze 10 bier op hadden, toen wilden ze allemaal zingen. En toen moesten wij
met z'n tweeën los. En dat hebben we gedaan met zo'n pion. En die hele zaal ging heen en weer. Hans, kom er ook even bij. Laten we Anouk lekker in het midden komen. Oh, altijd leuk barkrukken met een jurkje. Wat ik sta, jongens. Ja, precies. Dat zit niet zo lekker. Hé, hey, maar daar begon het allemaal mee. Daar begon het allemaal mee, ja. Het was eigenlijk in een hele leuke zaal hier in Meppel. In zaal Nijmeijer. De Meppelers die kennen we nog wel. En wij stonden daar met z'n tweeën. En we hadden een versterker bij de karaoke. En die vloog uit, die versterker. En dus was helemaal geen geluid. En op een gegeven moment moest er iets gebeuren, dus ik heb die pion gepakt en die hele zaal die ging dus een keer. En zo is het begonnen met de dikdakkers. Hij gaat ze wel staan als ik dat doe. Volgens mij gaan ze wel staan. Volgens mij gaan ze wel staan als je dat doet. Zo ging dat toen ook, mensen. Ik had een luxe Swiss Air of zo gevlogen. En ik had gewoon twee maaltijden achter elkaar, want Hans wilde niks. Ja, dat was wel was een goed vluchtje voor mij. Ben je niet een held? Nee, ik was nooit zo'n held, maar sinds het allemaal wat sneller gaat, vind ik het prima eigenlijk gewoon te vliegen. Ja, maar dus overal met de auto naartoe moet, dat gaan we niet doen. Hè? Waar zijn jullie allemaal geweest? We zijn in Zuid-Afrika geweest, we zijn in Brazilië geweest, we zijn in Oekraïne geweest, we zijn in Bern-Basel zijn we geweest, Frankrijk, Marseille, Londen, ik weet het al niet eens meer, maar heel veel. Maar één hoogtepunt, kan je dat noemen dan? Ja, ik denk Oekraïne was wel een hoogtepunt, Armin van Buren stond na ons, ja. En die pakte onze Corbos en Indianen en die miste dat in, die lasso. Het hele plein, met 60.000 mensen, helemaal uit het dak, alleen wij dachten dat die mensen voor ons kwamen, maar dat was niet zo. Ze kwamen met Armin van Buren. Maar iedereen kende wel dat. Iedereen kende het. Ja, wel... Armin van Buren is groot. Ik kan me herinneren dat jullie ook met Karin Bloemen. We hebben met Karin Bloemen gestaan. Ja. Ja. Danny de Munk. Danny de Munk hebben we nog gestaan in Brazilië. Ja. En nog meer grote naam. Klaasien in Zalk. Klaasien in Zalk, dames en heren. Dat was een hele grote. Ja. Ja. We hebben wat foto's van je genomen. Vind je het leuk om even wat foto's te maken? Hier zie je nog Klaasien uit Zalk. Ja, waar was dit? Dit was bij Gold TV, misschien weten mensen dat ook wel. Dat was televisie, daar moest je naartoe bellen. Kijk nou toch eens wat de kopjes. Wat ben jij nog doen? Geweldig. Die dikdakkers, dames en heren. 20 jaar know-how. En altijd in die gezelligheid, die sfeer. Vet. Wat doen wij altijd met z'n tweeën? Het grote prijzenfestival. Ja! Zullen we dat eens doen? Ja, gaan we dat doen. Mensen willen wel een prijs. Ja, ja. Zullen wij gewoon eens even iemand een willekeurige rij met een nummer gaan we noemen en die krijgt gewoon van onze mooie prijs. Ja, want we zijn geen kinderachtige types, dames, we geven graag wat weg. En vooral als dames zijn. Wat voor nummer zullen we? Oh, heel groot natuurlijk. Zullen ze rij 16? Zullen we er gewoon eentje pakken, rij 16? Ja. Wie zit er op rij 16, stoel 8? Let op, rij 16. Overal komen we ze tegen, fans van de dikdakkers. Nu is er in Meppel een hele grote fan van ons. En die zou ik graag even naar voren willen nemen. En dat is Lydia van Dijk. Ja. Lydia van Dijk, ik kom even naar je toe, lieve schat. Tjonge, dames en heren, daar komt ze. De meest trouwe fan van de dikdakkers. Dames en heren, mag ik u vragen? Geef ze even een fantastisch applaus voor deze fan van topniveau. Hartelijk welkom. Kom even op de bühne. Lieve schat, geef hem een adem. Want er gaat wat gebeuren hier. Het is ongelooflijk bij die dikdakkers, dat populaire Nederlandse zangduo. Ja, dit is heel bijzonder. Voor mij ook hoor. Lydia, wij vonden het echt een eer om jou het eerste exemplaar van het jubileumalbum te overhandigen. Die komt vanavond uit, die is ook te koop. Maar jij moet eigenlijk het eerste exemplaar ontvangen. Dus Anton Polis in een grote variant. Kijk eens, je mag hem ook houden ook. 20 jaar dikdakkers met 20 nummers uit de jaren. En je komt vandaag uit en de hele historie van 20 jaar komt voorbij.
Dit is hem. En de eerste is voor onze grote fan uit Meppel, Lydia van Dijk. Applaus. We zijn er toch? Nou, in de blote kont, dat is in ieder geval wel niet. Nee, ik zei, nee, is heel flauw, is heel flauw. Nee, wij vinden het serieus. We kennen heel veel artiesten. En we komen ze op wat tegen, goh, die leuk zijn, noemen ze een voorbeeld alsjeblieft hoor. Yeah!
Nee, maar de avond is al jong. Oh, ik zit vast in de gitaar. Hey jongens, mag ik nog één applaus? Een heel groot applaus voor Bakker! Mag ik nog maar één ding zeggen? Mag ik nog één ding zeggen? Alleen maar zingen. Vreemde was. Nou, een beetje vreemd vond ik jij. Ja, ja, maar vanavond toont het leven zijn ware gezicht. Mag eens al meezingen. Al een tijdje. Oh, je mag gewoon meezingen. Kom bij me leggen. Gooi je lijf tegen me aan. Ik heb het een beetje koud gehad. Sterren voor de kou, hoor je dat? Dat is niet tijdens de deur, denk ik. De motten winnen. Hand in hand. Yeah. Oké, gezellige mensen, het volgende stukje doen we echt met z'n allen. Doe maar mee. Maar vanavond, kom maar! Van de liefde, haar waren de zee. En het is zo'n stil in mij. Ik heb nergens voor de woord. Het is zo'n stil in mij. En de wereld klaart maar door. Het is zo'n stil in mij. Ik heb nergens voor de woord. Het is zo'n stil in mij. Het is de Meppel stadsomroeper en die wordt elk jaar wordt die uitgereikt aan de Meppel van het jaar. Die hebben we allebei gekregen, zo'n mooi beeldje, en ik moet zeggen, ja, we zijn wel trots op. 2006 was dit. Maar wat waren de belovende woorden destijds? Waarom heb je die gekregen? Nou, dat was na het EK ook, of na het WK in Duitsland. En zij vonden dat wij Meppel al op de kaart hadden gezet. Dus dat toernooi kwamen wij ook heel ver. Ja, bij Anton staat hij op de bar en bij mij staat hij op de kast. Ja, dus zijn dingen waar je enorm trots op kunt zijn. En nou die gouden platen bij je, hoor. Ja, dat is de groep ook. Ja, fantastisch. Jullie zijn hele bijzondere mannen, maar jullie hebben ook heel veel bijzondere mensen om jullie heen. Ja. En eigenlijk, ja, er wordt al ja gezegd. Ja, jullie allemaal zijn natuurlijk heel bijzonder voor jullie. Maar twee willen we even expliciet noemen, hè? Ja. En ik weet niet of mensen in de zaal al denken, oeh, gaat het door mij, gaat het door mij? We hebben zo'n avond om dat te delen met elkaar. En ik vind het ook wel een beetje een emotioneel moment. Maar mijn moeder is hier ook vanavond. Kom even naar je toe. Zo. Even hoor je jullie langs, man. Heel fijn, dankjewel hoor. Alsjeblieft. Heel veel boven. Is het lekker naar boven? Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem.
stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Oké, jongens, met z'n allen. Kom op, kom op, met z'n allen. Heyo, jij moet een engel zijn. Heyo, hey, een wonder hier op aarde. En met twee handen in de lucht. Heyo, als jij de hemel zoekt, strijd dan. Voor het eerst gezien. Haar naam was Greta. Ik vroeg aan haar, wil jij een zoen? Maar ze durfde het niet te doen. Ik liep maar snel achterna, mijn lieve Greta. Ze is niet knap of lief en is steeds aan de zeur. Maar één ding is er wel en dat is hand voor je deur. Het is waar, ik leef nog steeds rug aan rug met Greta. Het is waar, ik leef nog steeds rug aan rug met Greta. Oh, wat een, oh sorry hoor, maar wat een kloten applaus. Zo, we kunnen hem afbreken. Over de zee. Gaan we een mooie afterparty van maken met z'n allen.